En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. Met nog altijd een halve lengte voorsprong voor Isabella J.E. Isabella J.E. Zion vond aan de buitenkant. Galoppaarden in de laatste bocht van Indigo. Galop nummer 4. Paarden in de laatste rechte lijn. Isabella J.E. heeft nog altijd een lengte voorsprong. En Zion Font komt op dit moment niet dichterbij. Dickie Hof is aan het werk. Aan de buitenkant doet Ebbing hetzelfde. Met z'n tweeën liggen ze voor de rest. Maar Isabella J.E. is de sterkste. Isabella J.E. Een Mary die misschien straks wel in de open derby kansen gaat maken. Isabella J.E. wint op de tweede plaats. Zion Font. En derde in het midden van de baan is Jaap van Rijn met Ilja Medo. 1.17.4 dus de winnendheid voor deze Isabelle J.E. Een driejarige mee van Virgil Bocourt Ali J.E. Gefokt onder andere door Elke Kruis die hier inmiddels al staat. Inmiddels eigendom van Stal PD. Getraind uiteraard door Bas Krebels en gereden door de vaste rijder van deze Isabelle J.E. Dickie Hof. En die wint daarmee de Sweepstakes Trials. Dat was een sterke zege van deze Isabelle J.E. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we ook hopen dat Isabelle J.E. op 1 juli hier zal gaan starten in de sweepstakes zelf. En Dickie Hof geeft ook even een hand aan Ilke Kruis. En nu aan Peter Delis namens de Stal PD. En dan maken we nog even een foto. En dan lopen we even naar de winnende rijder Dickie Hof. Want het was een bijzonder sterke zege, Dickie. Je moest even de kop overgeven en zo. Ja, nou ja, Jaap van Rijn ging ook hard verstaan. Ja, goed, dan moet je heel hard rijden om die kop te krijgen. En ik denk, nou, dan geef ik hem even. En ik morg wel aan hem. Ik had al een beetje overleggen met hem dat ik de kop weer mocht nemen. Dus hij zet het een beetje stil aan de overkant. Ik denk, dan ga ik weer, want ik wou het een beetje op eigen kracht doen vandaag. En het is goed gelukt. Het is zeker goed gelukt en er zit een boel eigen kracht in deze Isabelle J.E. Want uiteindelijk loop je nog, tenminste Zion Fon komt eventjes opzetten, maar dan loop je daar toch weer heel sterk van weg. Ja, maar zo gauw ze komen, dan wordt ze fanatiek. Dat is juist beter dat ze komen. Dus zag ik, Rick heb ik aan de overkant hard komen, toen gaf ik gas. Ik denk, anders is hij om me heen en dat moet niet. En dat vindt ze prachtig, ze laat er heerlijk op drukken. Dus voorspelt veel goed. Klopt inderdaad, exact. Dat voorspelt veel goeds voor deze Isabelle J.E. Die zien we uiteraard op 1 juli hier weer op de baan in Groningen voor de sweepstakes. In dat geval en hopen we u, dames en heren, ook allemaal te zien. Eerst nu een groot applaus voor Isabelle J.E. en Dickie Hof, want zij winnen dus deze sweepstakes trials. Start is gevallen. Paarden zijn onderweg en een galoppade van start af voor Ian Stardust. Dat is een van de PD-kleuren die niet vooraan ligt. En het duel om de leiding wordt beslist door Jaap van Rijn, want die gaat de leiding nemen met Ilja Medo. Daarachter Isabella J.E. Nu ook wat mispasjes van Il Classico Renka. Dat is de tweede PD die in de lucht is. De derde PD ligt op dit moment op plaats 2 en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding in handen daar van Ilja Medo. Wordt gevolgd door Isabella J.E. Die gaat er nu heel snel omheen, want dat gaat Dickie Hof veel te langzaam. Tempo ging er even uit en Isabella J.E. legt dan even de lopen versneld. Hele makkelijke draver en die neemt nu de leiding over. Leiding overgenomen door Isabella J.E. Daarachter op plaats 2 Ilja Medo. Derde plaats Ivor V.H. De vierde plaats is daarachter voor Iowa River. Dan volgt op plaats 5 Jeroen Offringa met Ivanhoe Charisma. Daarachter is het Rick Ebbingen met Zion Font. En achter Zion Font liggen dan nog een paar paarden. Rob de Vlieger ligt er vlak achter met Indigo. Achter Indigo op de voorlaatste plaats op dit moment zien we dan Ruud Pols, Il Classico Renka. En laatste plaats is dan voor de deelnemer die aan de start sprong, Ian Stardust.
Zo hebben de paarden hun posities gevonden. Is er wat rust gekomen in het veld. En de leiding is nog altijd in handen van Isabella J.E. Isabella J.E., het eerste paard aan de buitenkant, is nu Ivor V.H. Want Dion Tesla is van de reling afgegaan. Gaat nu aan de buitenkant ietsje naar voren. Dat kan ook met dit tempo. Tempo is ietsje naar beneden gegaan. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. De sweepstakes trial met nog één ronde te gaan. Leiding in handen van Isabella J.E. Daarachterop plaats 2 aan de reling zijde Ilja Medo. Derde aan de buitenkant Ivor VH. Daarachter ligt Zion Font er ook mooi in het tweede spoor. Aan de relingzijde daarnaast ligt Iowa River. En daarachter Ivan Ogarisma ook aan de reling. Dan Indigo in het tweede spoor. Voorlaatste is Il Classico Renka. En de laatste plaats is voor Ian Stardust. Paarden ronden de voorlaatste bocht. Tempo zal langzaamaan weer ietsje omhoog gaan. Met Isabella J.E. nog altijd aan de leiding. Isabella J.E. Ilja Medo moet die rug nu loslaten. Aan de buitenkant Ivor VH op plaats 2. Ilja Medo derde. Zion Font op plaats 4. En vijfde aan de relingzijde is nog altijd Iowa River. Zesde daarnaast in het tweede spoor. En ook die lijkt nog wel wat over te hebben, is Indigo. Nu gaat Zion Font naar het derde spoor en daar komt de aanval van Ebbingen. Zion Font valt aan, gaat Ivor VH voorbij en gaat nu op jacht naar de enige deelnemer die er nog voor ligt. En dat is Isabella J.E. Isabella J.E. gaat als eerste de laatste bocht in, maar krijgt wel al de druk aan de buitenkant van Zion Font. Daarachter is het toch Ilja Medo die het pit weer oppakt. Daarachter aan de buitenkant is het Ivor VH. En zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht met nog altijd een halve lengte voorsprong voor Isabella J.E. Isabella J.E. Zion Font aan de buitenkant. Galop paarden in de laatste bocht van Indigo. Galop nummer 4. Paarden in de laatste rechte lijn. Isabella J.E. heeft nog altijd een lengte voorsprong. En Zion Font komt op dit moment niet dichterbij. Dickie Hof is aan het werk. Aan de buitenkant doet Ebbingen hetzelfde. Met z'n tweeën liggen ze voor de rest. Maar Isabella J.E. is de sterkste. Isabella J.E. Een Mary die misschien straks wel in de open derby kansen gaat maken. Isabella J.E. wint op de tweede plaats Zion Font. En derde in het midden van de baan is Jaap van Rijn met Ilja Medo.